Hallo kijkers van SeasonTubers, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van The Prison. En Tim heeft Legend Rank gekregen, waardoor ik nu een Titan Pickaxe heb. Woehoe! Dus kunnen we nu heel snel rank uppen. Twee keer een blokje breken. En ik heb mijn inventory vol. Alleen kom ik er dan heel moeilijk uit, maar dat vind ik geen probleem, want ik heb wel een hele coole pickaxe. Ik moet hierheen, maar... Ik hoop ook op YouTube per rank op deze server moet ik 100 abonnees hebben. En dat lijkt me makkelijk haalbaar. Dus En ik kan opeens niet meer vliegen. Maar goed, ja. Dat is allemaal geen probleem. Het gaat nog hartstikke lekker. Ik heb inmiddels 61% voor mijn rank-up. Het gaat hartstikke snel dus. En ja, waar wou ik het over hebben? Nou, eigenlijk helemaal niks. Ik had geen onderwerp gevonden. Dus... Tja, we gaan gewoon lekker prisonen en gaan hopen dat we een YouTuber rank krijgen. Dat zou ik heel tof vinden. Zou vast wel kunnen lukken. En dan gaan we dadelijk even aan een plot bouwen, denk ik. En tja, weet ik veel wat ik wil zeggen. Gewoon dat peper heb gegeten. Een hete pepertje. Pepertje, een hete pepertje, klopt niet, dat is geen goed Nederlands. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden natuurlijk, dat is altijd zo. Nu vinden mijn video's bijna nooit meer leuk tegenwoordig. Moet, vanaf nu. Nu moet je mijn video's leuk vinden. Nee, hoeft niet. Maar schelden is gewoon niet de oplossing. Dat betekent niet dat je me dus voor noob moet uit gaan schelden, omdat het niet veel nut. Dus blijf gewoon even reëel. Zeg gewoon, geef gewoon een tip of zo. Dus. De inventory zit weer vol. Op deze manier hebben we gigantisch snel rank-up. Echt waar, ik heb het al zo vaak gezegd, maar het is ook echt zo. En de mine is gereset. Mooi zo. Zo. 71%. En nu heb ik 72%. Ga ik een giveaway doen als ik een YouTuber rank haal? Ja, dan ga ik crate keys verkopen. Dan ga ik crate keys giveaway. Dan krijg je een hele inventory vol met crate keys zodra ik die heb. Als je dat wil, moet je vooral zorgen dat ik YouTuber rank krijg. Dan ga ik een giveaway doen. En dan kun je dus 36 crate keys krijgen. En dat is niet niks. Daar kun je heel veel miljoenen mee geld mee verdienen. Dus zorg ervoor dat ik YouTuber rank haal, dus 100 abonnees voor een inventory vol met crate keys die je dan kunt winnen op deze server. Dus test de server ook wel eens uit voordat je zegt van ik wil winnen. Want als je de server helemaal niet leuk vindt, dan had ik het beter aan iemand anders kunnen geven. Maar dat begrijp je waarschijnlijk zelf ook wel. Maar, ja, Tim die heeft elite. Volgens mij is het een rank waarmee je gewoon een rank die je normaal moet kopen. Maar hij zegt zelf dat het, hoe heet het? Ik ben de weg kwijt, maar hij zegt...
dat je, nou ja, hij zegt dat je dan dat het de hoogste rank is, maar zoals je kunt zien, slash ranks, is dat missing nou. En niet elite. Maar goed, ik kan het ook verkeerd hebben. De mine begint alweer leeg te raken, heel handig. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien bij Minecraft Obsidian Prison.